Wat ga je over Tesla vertellen? Tesla, ja, daar ga ik toch wel iets over vertellen. Zei het dat ik toch regelmatig, dat zei ik er net al, tegen mijn eigen onkunde aanliep. Want potverdrie, die wereld van die elektromotoren en alles wat daarmee samenhangt, dat is toch allemaal een vrij complexe zaak. Waardoor ik toch denk dat mijn opa, die hoogleraar sterkstroomtechniek was in Delft, toch wel veel knapper was dan ik. Maar misschien moet je het gewoon een keer vanaf de basis opbouwen, je kennis te zaken. Tegelijkertijd is het schokkend dat iemand die betrekkelijk veel weet, zoals ik, die ook geïnteresseerd is in techniek, dat die zodra die de wereld van de elektromotor betreedt, of misschien moeten we zeggen de wereld van de wisselstroomnetwerken, dat hij eigenlijk in no time aanloopt tegen zijn eigen onbegrip en onkunde. Dat is toch wel interessant. Hè? Kijk, over allerlei dingen natuurlijk in de wereld die niet zo technisch in elkaar zitten, daar kun je met je gezonde verstand, kun je daar van alles over zeggen in principe. Maar hier zie je al heel snel van dicht, dit gaat niks worden. En dat is het bijzondere van Tesla, dat hij op dit punt een bijzonder natuurlijk, schijnbaar vanzelf werkend inzicht had. Goed, Tesla is geboren, en die heette Nikola Tesla. Die is geboren in 1856, hetzelfde jaar als Sigmund Freud. Niet dat het iets met elkaar te maken heeft, maar net als Sigmund Freud is ook hij geboren in de Oostenrijk-Hongaarse monarchie, de dubbelmonarchie. En nu is dat gebied, dat die plek waar hij geboren is, ligt in Kroatië. Hij zou nu een Kroaat zijn. Hij is ook een beetje geloof ik genationaliseerd door Joegoslavië, want er schijnt in Belgrado een Tesla-museum te zijn, waar ze ook zijn as nog hebben in een soort bolvormig houder, ashouder, weet ik hoe zijn ding heet in ieder geval. Maar hij is, zijn vader was priester. Tesla was op school al een bolleboos. Het was iemand die geweldig goed kon leren, die ook met name geweldig kon rekenen uit het hoofd. Hij gaat op een goed moment tenslotte ook naar een technische hogeschool in Graz. Daar is hij een sterleerling zonder meer, alleen in de eerste jaren. En daarna verloor hij zijn interesse of hij ging andere dingen doen. Er werd gesuggereerd dat hij achter de vrouwen aanging, maar goed, in ieder geval. Een beetje, en toen dacht ik eigenlijk, als je het hele leven van Tesla overziet, dat hij is ontzettend goed, ongelooflijk knap, ziet dingen die andere mensen niet zien, maar raakt ook verveeld en wil dan iets anders, iets nieuws, iets bijzonders enzovoort. En daar zal hij tenslotte ook op hoe zal ik zeggen, de verkeerde afslagen nemen in zijn leven. Goed, hij gaat dus. Uiteindelijk heeft hij die opleiding in Graz niet afgemaakt. En gaat hij werken voor een telefoonbedrijf. En dan is later daarna ook nog in Parijs voor een bedrijf wat elektrisch lichtnetwerken aanlegt. Steeds bij die netwerkbedrijven heeft hij nuttige suggesties. In no time wordt hij benoemd tot troubleshooter als er problemen zijn. Tesla begrijpt waarom ze er zijn en wat je er eventueel aan zou kunnen doen. Het valt je op dat hij eigenlijk zodra het over complexe elektrische netwerken ging, dat hij een soort natuurlijk inzicht had in hoe dat zou moeten en hoe dat op de beste wijze zou kunnen worden georganiseerd. Hij vertrekt tenslotte naar de Verenigde Staten in 1884, dus dan is hij 28 of zo, als ik het goed reken. Hè? Ja, zoiets. Daar heeft hij eerst een tijdje gewerkt voor Edison. Maar daar waren dan beloftes gedaan die niet waargemaakt werden. En al heel snel begint hij daar voor zichzelf. En eigenlijk is al zijn werk heeft te maken met netwerken. En wat natuurlijk in die tijd speelt in de Verenigde Staten is de strijd tussen gelijkstroom en wisselstroom. Want Edison had natuurlijk een hoop ingezet en geweldig geïnvesteerd in gelijkstroomnetwerken. Maar gelijkstroomnetwerken, we hebben het er volgens mij al over gehad, werden gehandicapt door het feit dat ze toch niet erg praktisch waren, als het bijvoorbeeld gaat over netwerken, en ook omdat gelijkstroom niet over grote afstanden getransporteerd kan worden, terwijl bij wisselstroom is dat met name ook door transformatorgebruik is dat zeer wel mogelijk. Tegenwoordig heb ik begrepen, speelt het eigenlijk allemaal geen enkele rol meer
We zijn zo geleerd op het punt van elektriciteit dat ook gelijkstroom niet meer gehandicapt wordt door die nadelen die er toen wel degelijk waren. Dus we zien dan eigenlijk, Tesla, die in no time, echt in de tweede helft van de jaren 80, alles ontwikkelt op een reeks van uitvindingen, verbeteringen, we zullen het zo even over het uitvinden moeten hebben, produceert die noodzakelijk zijn voor een wisselstroomnetwerk. Want Westinghouse, een bekende naam natuurlijk in Amerika, was al bezig met een wisselstroomnetwerk. Maar Tesla bleek de ideale figuur te zijn om allerlei spullen te ontwikkelen in een relatief hoog tempo die noodzakelijk waren om een goed wisselstroomnetwerk van de grond te krijgen. Iedereen begreep tenslotte wel dat wisselstroom handiger was dan gelijkstroom, want tenslotte is ook Edison door de bocht gegaan. En het gelijkstroomnetwerk werd tenslotte ook een wisselstroomnetwerk. Het interessante is om ook in die, dit speelt zich allemaal af in de tweede helft van de jaren 80 van de 19e eeuw. En Tesla wordt ook aangekondigd als, zie je ook op Wikipedia en op andere plekken staan, de uitvinder van de elektromotor. Nou ja, een elektromotor is eigenlijk een magneet die draait in een magnetisch veld. Verder gaan we er niet al te veel problemen mee maken. Maar hij was daar niet alleen in. Als je dat bekijkt, dan moet je zeggen, het hele veld van laten we zeggen, de ontwikkeling van de wisselstroomtechnologie, daar zijn meerdere mensen actief in. Hij is wel de meest actieve en de meest inventieve. Hij heeft uiteindelijk heeft hij honderden patenten ontwikkeld. We zullen ook zien dat hij die heel, heel winstgevend verkocht heeft. Maar hij was niet de enige. Hij was niet de enige die bijgedragen heeft aan het ontwikkelen van een goed bruikbare en in feite simpel draaiende elektromotor. Er waren ook andere, meneer Ferraris. Ja, hier denk je Ferrari, maar het is Ferrari met een S erachter. Die andere naam is ook een ingewikkelde naam, ben ik ook vergeten. Sterker nog, er was er een van die drie die de feiten van de grond hebben getild. Die zei dat de elektromotor van Tesla was een tweefase motor en dat een driefase motor dat die beter werkte. En ik zie jou lachend en toch een beetje verbaasd kijken, want nu gaat hij uitleggen wat de wezenlijke verschillen zijn tussen een tweefase motor en een driefase motor, maar dat ga ik niet doen. Ik begrijp wel vagelijk hoe het werkt, maar nogmaals, ik liep snel aan tegen de grenzen van mijn eigen begripsvermogen op dit terrein. Maar die tweede helft van de jaren 80, dat is echt een soort waterscheiding in de ontwikkeling van alles wat te maken had met de bouw van grote, complexe wisselstroomnetwerken. En goed, dat gaat Westinghouse doen. Daar heb je allerlei ups en downs in zakelijk opzicht. Daarin speelt Tesla een belangrijke rol. Westinghouse gaat ook al die patenten van Tesla gebruiken. Die heeft hij relatief op een goed moment vrij relatief goedkoop gebruiken. Maar tenslotte heeft Tesla ook een hele reeks van zijn wisselstroompatenten verkocht aan Westinghouse. Voor een enorm bedrag. Toen ter tijd $250.000. Hij was echt plotseling miljonair. Als je dat even omrekent, dan kom je echt ik denk de factor 10 of zo. Dus het was een gigantisch bedrag. En hij heeft al dat geld eigenlijk gestoken successievelijk in verschillende onderzoekslaboratoria en bedrijven die hij had. Want hij was steeds op zoek naar de grenzen van de elektrotechniek, anders kun je het niet noemen. Eigenlijk is de grote obsessie van de tweede helft van zijn leven is de draadloze overdracht van elektrische energie. En ja, dat kon op een vrij simpel en korte baan soort van niveau, maar daar is nooit iets uitgekomen wat commercieel echt serieus bruikbaar was. En tenslotte gaat Tesla gaat failliet. Nogmaals, hij heeft goed verdiend aan zijn patenten, maar hij gaat tenslotte toch failliet. Want hij had een soort
fantastische toren laten bouwen. Dat was de bedoeling daarvan, dat die elektrische energie over de Atlantische Oceaan zou sturen. Want hij had allerlei wonderlijke misvattingen over het elektrische karakter van de lucht rond de planeet. En kortom, hij verzeilt eigenlijk stap voor stap in een wereld die, laten we zeggen, minder contact had met de werkelijkheid. En zeker ook met de, zeg maar, de elektrische werkelijkheid of de wisselstroomwerkelijkheid, hoe je het precies wil noemen. Maar dat hij een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de bouw van complexe wisselstroomnetwerken, dat staat als een paal boven water. Hij gaat failliet, dat is 1925. Dan heeft hij nog een heel eind te gaan, want hij is pas dood gegaan in 1943. En dan tenslotte wordt hij toch een zonderling. En hij ontwikkelde de gekste dingen. Hij had bijvoorbeeld een idee hoe je domme kinderen intelligent kon maken door het klaslokaal eigenlijk te veranderen in een soort van elektrische kooi. Die zou dan in feite de domme kinderen ook intelligent. Hij was ervan overtuigd dat je met elektrische stroom ook intelligent gemaakt zou kunnen worden. Hij had in de jaren 30 had hij een apparaat ontwikkeld en dat zou een dodelijke straal produceren. Dus met enorme geconcentreerde elektrische energie als wapen in de oorlog. Maar het waren allemaal dingen die eigenlijk niet, die in feite niet werkten. Hij had ook een motor die zou volgens de door kosmische straling worden aangedreven. Kortom, het is stap voor stap. Dan is natuurlijk de mythologie is dat hij eenzaam in, hè, want hij heeft zijn hele leven op hotelkamers gewoond. Maar hij betaalde zijn rekening niet, dus na een paar maanden werd hij er altijd uitgeflikkerd. Dan moest hij naar een ander hotel. Had geen huis. Nee, zijn grootste liefhebberij was overigens het voeren van de duiven. Op de richels van de ramen, op de vensterbanken, zou ik maar zeggen. Had ook een zeer geliefde witte duif. Het hangt toch een zonderling waas om hem heen, als het ware. Maar het idee dat hij echt bittere armoede leed, blijkt niet te kloppen. Want Westinghouse heeft hem vanaf begin jaren 30 een maandelijkse toelage gestuurd. Een soort stipendium. Consultant stipendium. Niet dat hij nog veel consultancy deed, maar dat kreeg hij. Dat was $125. Ook dat moet je vermenigvuldigen. Dat zijn niet huidige dollars, maar toenmalige dollars. Dat was ruim voldoende om heel redelijk van te kunnen leven. Is mijn indruk. Nou ja, tenslotte overlijdt hij in 1943. Het kamermeisje vindt hem dood in zijn kamer. Ondanks dat bekende ding van niet naar binnen gaan, hè, wat je altijd in elk hotelkamer vindt. Waar ze soms trouwens helemaal geen bal van aantrekken. Hè? Goed, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. En als je nou denkt dat hij een eenzame begrafenis heeft gehad en anoniem ergens in een kuil gegooid is, nee. Er waren 2000 mensen op zijn begrafenis. Dus toch, ja, had toch wel een renommee. Wat denk ik toch Tesla ook heeft doen, afgezien van zijn briljantie als het ging om die netwerken, heeft doen verschillen van bijvoorbeeld die andere uitvinders waar ik het even naar verwezen heb. Hè, bijvoorbeeld die meneer Bronowski, zoiets. Die had namelijk een driefase motor ontworpen waarvan hij zei dat werkt beter en dat is regelmatig en betrouwbaar. Nou, en dat laat hij groot gelijk in. Dat betreft had Tesla die het niet zo scherp gezien als die. Je moet je ook voorstellen, die 19e eeuw, zeker in deze fase van de geschiedenis, het was van een ongekende inventiviteit op allerlei punten, door allerlei verschillende mensen. Het borrelde als het ware vanzelf op uit het moeras van de nieuwe wetenschap. Ja, moeras is in dit verband een beetje een ongelukkig woord. Die tweede helft van de 19e eeuw is in zijn inventiviteit en in zijn veranderingslust echt ongekend. Anders kun je het niet noemen. Als je ook kijkt naar patenten, dan zie je bijvoorbeeld in de jaren 80 is ook het hoogtepunt van patentaanvragen in de 19e eeuw. Er zijn patenten, met name ook telefoonpatenten, waarbij hetzelfde patent op verschillende plekken, maar min of meer een paar uur van elkaar af wordt aangevraagd. Zo zie je. Was het een breed veld van mensen die aan, nou ja, die aan nieuwe ontdekkingen werkten. Er waren een tal van mensen die begrepen wat de mogelijkheden waren. Bijvoorbeeld van een groot netwerk. Ja, want een netwerk bouwen, dat is een hele lastige onderneming. Er zitten allerlei flessenhalzen in die op enige wijze moeten worden opgelost.
Dus uiteindelijk, en nogmaals, ja, ik wou iets over Tesla. Waarom valt Tesla op en had jij wel van Tesla gehoord, maar nooit van die meneer Ferraris of die andere meneer van de drie-fase motor? Tesla was een showman. Tesla was een fantast, ook in allerlei opzichten. Hij hield demonstraties van als hij iets nieuws had verzonnen, dan had hij een hele opvoering waar mensen voor werden uitgenodigd en de media werden geïnformeerd. Hij wist hoe hij de boel moest verkopen. Maar goed, tenslotte loopt hij toch aan tegen zijn eigen beperkingen. En ik denk dat een deel van zijn genialiteit zit in het feit dat het een fantast was. Dus dat hij eigenlijk vaak zag van dit zou mogelijk moeten zijn. En dat die fantasterij hem vaak te ver heeft gevoerd. En dat hij gauw genoeg kreeg van dingen. He, dus ja, technische hoogschool in Graz. Hij was de beste leerling die ze ooit gehad hadden. Heel begrijpelijk, maar na 2 jaar had hij het weer gezien en is hij wat anders gaan doen. En dat is ook een beetje het gevoel wat je hebt bij. Hij was altijd bezig met iets anders, iets geks, iets. En soms leverde dat wat op. Nogmaals, hij heeft, ik weet niet, iets van 300 patenten. Hij heeft deel van die patenten zeer, zeer voordelig kunnen verkopen. Maar tenslotte is hij toch failliet gegaan. En waarom heeft Musk de naam Tesla gekozen? Ik denk toch omdat dat om Tesla een soort mythologie gegroeid was. Deels terecht, omdat hij zo scherp ook. Ook als hij naar zo'n systeem gaat kijken, bijvoorbeeld in Parijs of waar het nog was. Had hij had onmiddellijk in de gaten waarom het verkeerd ging, waarom het niet goed werkte, hoe je dat op zou kunnen lossen. Nou, de troubleshooter. Hij was in no time de troubleshooter van zo'n systeem. Dus ja, hij was geniaal zonder twijfel. Hij heeft ook een hele reeks van hele nuttige uitvindingen gedaan, die dus allemaal gepatenteerd zijn. Maar om hem heen was toch een mythologie gegroeid dat hij zo'n beetje de enige uitvinder was in deze periode. En dat hij miskend was. Juist door dat wonderlijke eind aan zijn leven. 25 gaat hij failliet. En dan heeft hij dus nog 18 jaar gewoond op shabby hotelkamers en de duiven gevoerd. En de wonderlijkste toestand. Zo van, dit is iemand die waar we ongekend veel aan te danken hebben, maar het is niet duidelijk. Marconi heeft de Nobelprijs gekregen en Tesla heeft nooit de Nobelprijs gekregen. Terwijl er nou iemand dat die prijs had verdiend, dan was het Tesla wel. Maar ook al die anderen toen. Het is, ik denk toch dat je hier ziet in de jaren 80 van de 19e eeuw hoe complex eigenlijk zo'n totaal nieuwe technologie zich ontwikkelt. In een hoog tempo bovendien. Hmm. En dat hangt toch een beetje bij genieën, hangt dat daaraan vast, dat ze een beetje gek zijn. Ja, hij was zeker. Je hebt een genie over die doodnormaal zijn. En je hebt een van die lui die hier bijgedragen hebben aan de uitvinding van de transistor. En daarvoor heeft hij een Nobelprijs gekregen met 2 collega's. Later heeft hij nog eens een keer een Nobelprijs gekregen. Bij mijn weten was het een doodnormale man die niks, geen wonderlijke dingen heeft gedaan en zeker ook de duiven niet gevoerd heeft. Dus het hoeft niet per se. Je hebt ook heel normale mensen die geniaal zijn. Mm. Maar ik geef toe dat als je even naar bijvoorbeeld je denkt aan Einstein, die had wel betrekkelijk zonderlingen. Hij was ook een beetje een zonderlinge man, zonder meer. Maar het hoeft niet per se. Het hangt er een beetje van af. Mm. Ja, we hebben hier in Utrecht hadden we 2 Nobelprijzen. En laat hij zeggen dat Veldman of het hoofd zonderlinge types waren die je niet spoorde met de rest van de samenleving. Dat kun je eigenlijk niet zeggen. Die Veldman was een gezellige bombeer. In allerlei opzichten. Maar hij heeft wel de Nobelprijs gewonnen. Dan hoef je niet per se een genie te zijn om de Nobelprijs te winnen. Maar toch, je hebt toch iets van belang heb je ontdekt of tot stand gebracht. Dus ja, je zou. Ik overigens vind ik het verder prima dat die auto naar Tesla is genoemd. Ja, je moet zijn ding een naam geven, beslotverrekening. En dit was wat mij betreft best verdiend. Ja, het is een elektrische auto. Maar je had eigenlijk de Tesla, dus die man van de driefase motor, die wordt natuurlijk wel. Nou ja, je zou een ook in techniekgeschiedenissen, maar misschien zijn die wel hartstikke goed, dan zou ik er meer moeten lezen. Moeten laten zien dat je dat het een heel complex systeem is van mensen die allemaal begrepen hebben wat er gaande is.
En wat je bijvoorbeeld we hebben de Faraday, Becksel hebben we nou niet behandeld, want dat is een wiskundige in allerlei opzichten. Maar die allemaal begrepen, net als Tesla trouwens, wat de repercussies waren van wat ze aan het ontdekken waren. Maar dat is dus niet iets van één man, dat is iemand van meerdere mensen. Als je kijkt naar de stoommachine, dat is een iets simpeler ding waar ik ook iets van kan begrijpen, dan zie je dat eigenlijk eerst allerlei dingen ontdekt moeten worden voordat je zover bent dat je zo'n stoommachine kan bouwen. En in die zin is de 19e eeuw, daar blijf ik bij, een wonderbaarlijke eeuw. Wij hebben ook wel een paar dingen uitgevonden die, maar goed, toch voor een heel belangrijk gedeelte rust onze technologie nog steeds op het fundament wat in de 19e eeuw gelegd is. Dus bij Tesla, hij heeft het kunnen uitvinden omdat er al heel veel voorwerk was gedaan. Ja, zeker. Maar je ziet dus in de tweede helft van de jaren 80, zie je dus dat hij enorm belangrijk werk doet. Maar die mensen waar ik het over gehad heb, waar jij nooit van gehoord had, ik ook tot voor kort nooit van gehoord had, die hebben ook heel belangrijk werk gedaan. Ja. En hoe groot is Tesla in de geschiedenis? Nou, betrekkelijk groot. Veel groter dan al die anderen. En dat is niet rechtvaardig. Maar misschien is er wel een hartstikke leuk boek over de history AC. Hè? AC/DC. Ik heb nooit begrepen waarom een popgroep AC/DC hier. Of weet je, is het DC, AC, AC/DC. Nee, nee, nee. Zoals jij het zei, was goed. Want AC is alternating current en DC is direct current. Dus dat is wisselstroom en gelijkstroom. Nou ja, je weet dat popgroepen altijd de meest idiote namen hebben, dus oké. Nu weet ik in ieder geval, als het me ooit gevraagd wordt, wat betekent AC/DC, dat is wat het betekent in feite.